Hey! Hi, ik ben Charlie en met mijn reisbureau gaan we met jullie off the beaten track in Afrika. Dit is wat onze reizigers van een avontuur vonden. Hoe was de reis? Heel erg leuk, heel erg uitdagend. Ja, wat ga je doen met drie jonge kinderen naar Zuid-Afrika? Dink, ben je klaar voor? Wij hebben sowieso überhaupt nog nooit eerder zo'n lange vakantie gehad. We hebben veel geleerd, ook vanzelf inderdaad. Dat we in ieder geval altijd een bepaalde basiscomfort wilden. Dat was op sommige plekken hadden we dat echt helemaal perfect voor elkaar. Fijn als we lekker in een restaurantje konden eten. Oeh! Ja, dat is heel vaak gelukt. En op sommige plekjes is dat net wat moeilijker. Hey, goedemorgen. Het is wel gewoon heel waardevol dat je gewoon ook aan de andere kant juist heel erg gaat waarderen wat je wel hebt. Als ik terugscroll in de foto's, dan denk ik wel echt dat de hoop, dat was gewoon echt, dat was zo fijn, dat was zo relaxed en die omgeving daar. Ja, als we het de kinderen vragen, dan blijven die terugkomen op de vliegreis. Ja. En, als ze een helikopter moeten vergelijken met een vliegtuig? Ja, Bing die vond het helemaal wel. Die zat alleen met een duimpje omhoog en die zat te glunderen van oor tot oor. Ja, en Mees vond het ook super. Die was ook helemaal in extase. Ja, en Pip die vond het gematigd. Die is uiteindelijk in slaap gevallen. Oh, oké. Okay, eerst prima. Bing is ook uiteindelijk in slaap gevallen wel. Ja, en de kinderen die vonden volgens mij iedere locatie waar ze buiten konden spelen en gewoon een beetje vrij konden zijn, was eigenlijk voor hun al te gek. Ja, en ons laatste hotel, daar hebben we bij Spier gezeten, hele mooie plek. We hebben een wijnproeverij gedaan en die kinderen zijn lekker bij de kidsclub geweest. Ook wel fijn om even tussen weer kinderen te kunnen zijn in plaats van vooral heel veel met papa en mama. De kinderen hebben naast de kidsclub ook heel erg leuk gespeeld in de Elemental Garden. Fantastisch, het was super lekker weer en dat was gewoon echt super gaaf. Sowieso was het natuurlijk niet per se de behoefte om echt heel veel in de stad te zijn met de kinderen. We zijn natuurlijk wel nog naar de pinguïns gaan kijken bij Boulders Beach. En dat was wel echt een hele, hele mooie ervaring. Ja. Een mooie, mooie route om te lopen. Bijzondere ruige kust. Bij twee mooie wijnboerderijen geweest. Ook een topverblijf met een mooie hot tub. Hot tub was al warm gestookt door de gastvrouw. Dus wij konden gelijk bij aankomst, ik met kinderen de hot tub in. Wat zijn jullie aan het doen? Even aan het chillen zijn wij toch? Proost, Bink. Vier van de Big Five gezien en zo'n beetje alle andere grote wilde dieren die we dieren in Zuid-Afrika voorkomen. Dus fantastisch. Kinderen vonden het super mooi. En ja, daar ook een tip voor op die kop is best wel ruig terrein, hobbelige weg, veel bergen. De neushoorn. Kijk maar. Hard werken voor mij, want ik moest Pip van anderhalf in de houtgreep nemen. En ik moest Mees ook nog in de stoel zien te houden. Volgende safari hebben we een oppas geregeld voor onze jongste. En uiteindelijk hebben we nog een derde safari gedaan. En toen zijn we met z'n twee gegaan. Dus dat was helemaal relaxed. Dus toen waren ze alle drie bezig bij de oppas. Dus, lekker. Ja, af en toe een oppas is ook wel lekker, ja. Toen zijn we naar Tsitsikamma gegaan. Daar hebben we de wandeling naar die... Naar de hangbrug. Woe! Wiebelbrug. Het was voor de kinderen best een pittige wandeling. Ja. Maar super gaaf. Maar heel mooi, veel mooie uitzichten. En uiteindelijk de monding van de rivieren die uitkomt in de zee. Ja. Super mooi, net tussen de bergen. Dus dat was echt een hele, hele toffe plek. Struisvogelboerderij. We hadden daar prachtig weer, dus de kinderen hebben daar een ijsbad genomen. Ja. Paternoster, leuk idyllisch dorpje, superleuk huisje met een mooie infinity pool die over de zee uitkijkt. Was ook weer ijskoud. Ga je naar de zee zwemmen? Yeah! Wat ik daar vooral heel lekker vond was het moment dat wij op dat terrasje zaten en de kinderen beneden bij de rotsen aan het spelen waren. Wow, Bink! Nou, mooi. Dankjewel jongens. Top. Yes, goed.